Hey allemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer is het een shoplog, want ik ben van de week in Gouda en Amsterdam geweest. Het was super leuk, dat konden jullie ook zien in mijn weekvlog. Als je die nog niet hebt gezien, hij staat hierboven in het i'tje en beneden in de beschrijving. Ik heb allemaal hele leuke dingen gedaan die week en ik heb ook een pony laten knippen. Deze video heb ik dus eerder opgenomen dat ik die pony kreeg, maar ik vind het eigenlijk nu best wel spannend. En jullie weten dus gewoon al hoe dat eruit ziet. Oké. Laat ik beginnen met iets... uit Gouda. Wij moesten namelijk eventjes wachten op de stroopwafelfabriek waar we waren geweest. Ik ben daarheen geweest met Mila. En toen gingen we naar een boutiqueje dat ernaast zat. En dat was heel erg leuk, was heel schattig. Ze hadden veel verschillende dingen, maar van één kledingstuk hadden ze niet heel verschillende soorten. Dus niet heel veel mensen hebben dat kledingstuk waarschijnlijk. Dus daar heb ik deze gekocht. En dit is dus zo'n blouse stofje. Er zijn allemaal streepjes op. Ja, ik hou wel van streepjes of zo. Dat gaan jullie wel vaker merken waarschijnlijk. En het heeft van die pofmouwtjes. Vind ik ook altijd heel erg leuk. Want dat zie je bij dit blouse eigenlijk ook al. En het heeft een V-hals. Ik was eigenlijk nooit van een V-hals. Want ik vond dat nooit zo prettig of zo. Maar dit was niet echt een hele diepe of hele brede V-hals. Ja, het was nog best wel gesloten. Dus ik vond het wel een keer heel leuk, anders en fijn zitten eigenlijk. Aan de onderkant loopt hij ook nog wat breder uit. En ja, het is gewoon leuk, lekker zwierig. Leuk voor het warme weer wat er nu weer aankomt. Ik ben hier dus heel erg blij mee. Dan heb ik drie dingetjes van de American Today. En bij deze winkel, dat vind ik namelijk zelf heel erg prettig, krijg je 10 euro studentenkorting als je je schoolpasje laat zien. Dus, nou ja, korting houden we allemaal van natuurlijk. En daar heb ik dit shirtje gekocht. Mila liet mij deze zien, die wees deze aan en zei, Mandy, deze moet je echt passen. En ik dacht eigenlijk, nee, het is zo donker, het is rood en rood staat mij meestal niet. Maar, en het was een beetje stoer, weet je wel. Ik dacht, nou, past niet echt bij me. Toen ging ik het passen. En inderdaad, het is best wel een stoer shirt. En het is een keertje heel wat anders eigenlijk. Ik hou er wel van. Ik vind het wel een keertje leuk voor de afwisseling. Ja, een keer wat anders dan zo'n gestreept blouseje, zeg maar. Dan heb ik daar ook nog een soort BH-bralet-achtig ding gekocht. En nu vragen sommige kijkers zich waarschijnlijk af van, Mandy, waarom laat je een BH zien? Beetje raar, vind je niet? Nou ja, kijk, weet je, iedereen draagt het en het is, ja, ik vind deze gewoon heel mooi uitzien. Dus ik dacht, ja, het zal ook nog in het rood. Maar ik vond deze groene wat leuker. Hij heeft zo'n gestreept bandje, een soort kantrandje hier en ja, altijd leuk voor erbij natuurlijk. En dan heb ik ook nog een set oortjes gekocht. En voor de oplettende kijker had ik in mijn Action Shoplog ook al zulke soort oortjes gekocht. Maar die vond ik niet heel prettig. Het geluid was niet mega goed. En toen kwam ik deze tegen. En ze waren nog in de aanbieding. Dus ik dacht, weet je, ik koop ze gewoon. Want er zit ook een rond hoesje bij waar je dan makkelijk in mee kan vervoeren. En er zaten drie verschillende soorten grote rubbertjes in. Dat vond ik wel heel handig. De grote passen niet in mijn oor. De kleine gelukkig wel. En het geluid dat eruit komt vind ik echt heel erg goed. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan kwam ik nog bij de Brandy Melville en daar heb ik geen kleding gevonden. Al is daar ook altijd best wel een beetje klein en zo. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te zien. Ik vind de sieraden daar altijd heel leuk, want daar heb ik vorig jaar ook oorbelletjes gekocht. Die ik toen aan had naar die première van 100% Coco. Ik heb hier oorbelletjes gekocht. Dit zijn kleine ringetjes met een soort kraaltjes eraan. Ik vind ze heel erg leuk en je voelt ze ook niet heel erg zitten. Alleen het indoen vind ik wel echt een hel, want het heeft echt een heel raar sluitingje. En dat moet je heel erg in je oor proppen. Ik heb wel een soort manier gevonden, maar misschien doe ik het ook helemaal verkeerd hoor. Maar het indoen duurt bij mij echt heel erg lang en is niet super handig dus. Maar dat heb ik ervoor over, want ze zien er altijd wel heel leuk uit. En dan heb ik dit kettingtje. Ik rolde al best wel lang zo'n kettingtje, want deze komt een beetje als choker of iets lager. Het ligt eraan hoe strak je hem doet. En er zitten allemaal van die leuke zilveren rondjes aan. En dat vind ik gewoon heel schattig. Dit kan je ook heel leuk combineren met een ander kettingtje. En daar hou ik wel van. Klein en subtiel, maar toch heel erg leuk en schattig. Dan heb ik nog een shirtje van de H&M. En ja, dit zijn dus weer streepjes. Maar kijk, stel je hebt een dag en je weet echt niet wat je aan moet doen. En ja, dan zijn streepjes gewoon een goede oplossing. Het ziet er niet saai uit. Het is leuk en het is gewoon fijn zittend. En het is een lange mouw shirt. Ik had niet zoveel lange mouw shirts. Dus ik vond het best wel handig om erbij te hebben. En dan zie je wel gewoon zwart met witte streepjes. Maar voor de afwisseling heeft hij dan ook nog een geel kraagje. Dus dat is gewoon ja, een keertje wat anders. Dan heb ik nog twee kledingstukken van de Bershka. En als eerste, ja, misschien is het een beetje saai, maar dit is een zwarte jumpsuit.
Hij heeft gewoon twee van die spaghettibandjes. En hij loopt gewoon recht naar beneden. Lange pijpen. En ik vind jumpsuits altijd super fijn. Want als het nou, zeg maar, je wil geen kort broekje aan, maar je wil wel iets luchtigs. Dan zijn jumpsuits echt gewoon dé oplossing. Ik vind het altijd heel erg chill. En ik had er ook al wel twee of zo. Maar nieuwe zijn altijd leuk natuurlijk. Dan heb ik er nog één, want ik heb verschillende gepast bij de Bershka. En Eva kwam hiermee aanzetten. En ik dacht eerst groen. Maar toen heb ik hem toch maar gepast. En hij was eigenlijk heel erg leuk. Want dit is weer wel een ander stofje. Wel gewoon echt zo'n lekker luchtig leuk stofje. Hij heeft dus lange pijpen en een streep over heel het pak heen. En korte mouwtjes. Dus dan heb je nog wel iets over je schouders heen. Voor de zon kunnen je schouders ook niet verbranden. Hij heeft hier achterin een gaatje zitten. Waar je hier dan een knoopje moet vastmaken. En aan de voorkant zit, jawel, zit weer een V-hals. En ook bij deze was de V-hals niet zo diep. Dus vond ik het wel gewoon fijn. En hier wordt hij natuurlijk ook nog wat smaller. Zit een soort elastiek. Ik vond het wel een keertje leuk, een groene kleur. Want zoals je hierachter ziet, heb ik eigenlijk helemaal niks groens. En nu dus wel. Dan heb ik ook nog Sterilon gekocht bij de Kruidvat. Nou ja, dit is volgens mij nep Sterilon of zo, want de normale was uitverkocht. Alleen dit vind ik altijd heel erg fijn en handig om oorbellen mee te ontsmetten en dat soort dingen. Want als ze heel lang in zo'n winkel liggen, je weet nooit wat er mee is gebeurd. En het gaat wel in je oor, dus vandaar. Zoals je in de vlog kon zien, ben ik samen met Mila naar een stroopwafel of siroopwafelfabriek geweest. Dat was heel erg leuk. En ze hadden super lekkere stroopwafels. Dus daarom heb ik er nog een hele verpakking van gekocht. Ik heb ze wel goed even dichtgemaakt, zodat ze lekker blijven. Maar zo zag het eruit. Kijk hoe schattig die verpakking ook al is. En het zijn maar hele dunne stroopwafels of siroopwafels. Heel krokant. En ik vind ze eigenlijk bijna gewoon lekkerder dan een stroopwafel uit de normale winkel. Dus dat zegt misschien wel wat. En dan als allerlaatste heb ik iets voor moeder gekocht voor moederdag bij de tuinen. Moeder houdt heel erg van zoethout. Volgens mij is ze dat echt al heel lang niet gegeten. Dus ik dacht, weet je, ik koop het voor haar. En dropjes vindt ze ook heel leuk. Hier ga ik een pakketje van maken met nog wat andere leuke dingetjes erbij natuurlijk. Maar ik zag het liggen en dacht, dit kan ik alvast kopen. Nou, dan was dit alles wat ik heb gekocht. Als je het leuk vond, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Laat me eventjes weten wat je mijn leukste aankoop vindt. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En tot de volgende keer. Doei doei!